Matthias Diependalen van de NVA is komen aanschuiven. Dag meneer Diependalen. Goedemiddag. Ja, bent u trots op de septemberverklaring, op de begroting die voorligt? Ja, absoluut wel. Het is natuurlijk altijd gevaarlijk om dat te zeggen, omdat dat dan direct geïnterpreteerd wordt als zelfgenoegzaamheid. Ja, laat bij de oppositie horen we zeggen, triomfalisme. Ja, inderdaad. Maar laat het duidelijk zijn, ik ben er me heel goed van bewust dat er nog heel wat werk op de plank ligt en dat er nog heel wat uitdagingen op ons afkomt. Dat werk gaat trouwens nooit af zijn. Hè. Dat is ook zo. Dat is maar de realiteit, dat is normaal. Maar dat betekent niet dat we best wel trots mogen zijn op wat we gedaan hebben. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Trouwens, het is zeer interessant om te gaan kijken naar de debatten die er de laatste jaren over die septemberverklaring geweest zijn. En dan kan je zien dat men vroeger, 4 jaar geleden, heeft men het hier voornamelijk gehad over het feit dat we er niet zouden in slagen om na te komen wat we beloven. En vandaag, de belofte was, we gaan 2 jaar streng zijn, besparen om te kunnen investeren. Ja. Geven. Nu, niemand ontkent hier vandaag, nee, ook niet bij de oppositie, dat er geld bij komt, dat er middelen worden vrijgemaakt. Maar horen we dan zeggen, de netto-resultaten die blijven uit. En dan gaat het om wachtlijsten in welzijn, armoedecijfers, bossen die gekapt worden, energiedoelstellingen die niet gehaald worden. Er is wel geld, vraag is, wordt het efficiënt geïnvesteerd? Ja, maar laat me eerst mijn punt maken. Hè. We slagen er wel degelijk in om dat geld, we hebben dat kunnen vrijmaken en we gaan dat nu gaan investeren. En we investeren in die zaken die we gezegd hebben dat we het zouden doen. Dus welzijn en onderzoek en ontwikkeling. En ik ben er wel degelijk van overtuigd dat we een deel wel degelijk die resultaten al bereiken. Om het over welzijn te hebben. Nog deze morgen maar stond er in de krant dat er een rapport is van het ING dat zegt dat de wachtlijsten in de residentiële ouderenzorg dat die voor een groot deel weg zijn. Dus de wachtlijsten hebben we op sommige punten al weggewerkt. De minister-president heeft maandag ook even goed gezegd dat voor personen met een handicap dat er nog werk op de plank ligt. En dat we dus nog niet volledig zijn. Maar dan nog kan je niet ontkennen vraagt u geduld dat nu als op we dit moment nog nooit zoveel geïnvesteerd is voor mensen met een handicap. Maar moeten we wachten op het rendement van die investeringen? Moeten we daarvoor nog wat geduld hebben? Voor sommige zaken wel, voor sommige zaken niet. Ik zeg het u, naar ouderenzorg, naar residentiële ouderenzorg hebben we die resultaten nu reeds. Naar andere zaken persoonlijk. Dat kan ook liggen aan de kostprijs van een kamer. Hè. Als die duurder wordt, zijn misschien minder mensen bereid om dat geld, of misschien niet eens machtig om dat geld Het ligt er maar aan het feit dat er 10.000 plaatsen meer zijn gecreëerd en dat er 400.000 euro in de thuiszorg, 400.000 uren, excuseer, in de thuiszorg extra zijn gecreëerd. Daar gaat het voornamelijk om. Ja. U zegt, we moeten misschien op een aantal zaken nog wat geduld hebben om te kijken wat het rendement van die investeringen is. Nu, een andere kritiek die je dan hoort vanuit de oppositie is, ja, er worden engagementen aangegaan voor de volgende regering, of misschien wel de regering daarna? Nee. Men moet mij in die begroting maar niet aantonen. Binnenkort zullen we de effectieve begroting gaan bespreken. Dat is het zomerakkoord onder meer, hè? Ja, maar natuurlijk gaan we beleid voeren dat ook effect heeft op lange termijn. Ik mag maar hopen dat de inspanningen die we vandaag doen voor onderwijs, dat die ook morgen zullen doorwerken. De inspanningen die we vandaag doen voor welzijn, 500 miljoen euro extra, een half miljard, dat die inderdaad ook de komende legislatuur zullen doorgaan. En we weten nu reeds dat in 2020 ook de begroting in evenwicht zal zijn. Maar daarna zullen we dat natuurlijk in de gaten moeten houden. Maar het is evident dat je vandaag beleid voert dat ook later zal doorwerken. Dus ik begrijp dat argument helemaal niet. Het is niet zo dat we vandaag geld uitgeven dat pas later op de factuur zal verschijnen en dus later door iemand anders zal moeten betaald worden. Dat is niet het geval. We gaan wel degelijk zorgen dat de uitgaven die we vandaag doen en die dus zullen doorwerken, dat die ook in de meerjarenbegroting onmiddellijk worden meegenomen. Ja, nu, ik wil het niet te begrotingstechnisch voeren, dit gesprek. Begroting in evenwicht, dat is waar. Maar goed, een aantal opiniemakers, een aantal economisten wijzen erop. Het is dan wel zonder die Oosterveelkosten. Ja, en dan gaat het inderdaad om 138 miljoen euro in 2019. Dat afgezet tegenover 45 miljard is zeer weinig, is betrekkelijk weinig. Maar voornamelijk, dan zou je kunnen zeggen waarom dat niet in de begroting als zo weinig is. Maar voornamelijk is er nog een ander argument. En dat is dat wij denken dat die investering in Oosterveel, want volgend jaar is het 138 miljoen, maar dat zal later nog groter. Het gaat naar 600 miljoen over een tijdspanne van 4-5 jaar. Een totaal van 3,5 miljard ongeveer. Maar wij zijn ervan overtuigd dat dat bedrag zichzelf zal terugbetalen. Dit is een uitzonderlijke investering en wij ijveren er ook voor. En trouwens, de oppositie zit op dezelfde lijn. Ook de oppositie vindt dat Europa dat ook zou moeten aanvaarden. Niemand als een uitzonderlijke kost. Nee, inderdaad. En dat we die buiten de begroting zouden moeten kunnen houden. Ja, om het dan toch. Want je moet natuurlijk ook, als er juist nog op doorgaan, je kan natuurlijk zeggen, je moet die opnemen binnen de begroting. Dat is goed. Ja, je moet het wel op tafel leggen op een bepaald moment. Hè? Ja, sowieso, maar dat betekent
betekent dat je het ook ergens anders moet gaan schrappen. Mm-hmm. Wat moeten we dan schrappen? Moeten we dan in welzijn zaken schrappen, in onderwijs zaken schrappen? Ik denk dat we die uitgaven allemaal willen doen. En een investering die zichzelf terugverdient, dat lijkt mij de evidentie zelf, dat we die kunnen buiten begrotingsdoelstelling houden. Heel kort nog, die volgende regering die dan een aantal engagementen van vandaag zal moeten waarmaken, mag die, als de kiezer het toelaat, onder de leiding zijn van Geert Bourgeois? Goh, dat is een zaak waar de kiezer zich eerst zal moeten over uitspreken. En dat is nog een half jaar. Natuurlijk. Inderdaad, ja. En in de politiek is dat nog een eeuwigheid, een half jaar. Wat zegt u? Dus, zeker de postjes die gaan we nadien maar... Mag je van u? Ik ga daar geen uitspraken over doen. Dat zijn zaken die nu niet op tafel liggen. En dat lijkt mij ook onzinnig om daarmee bezig te zijn. Maar eerst nog twee verkiezingsuitslagen afwachten. Die van 14 oktober en die van volgend jaar. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.